Bob Helpt is een stichting die aan mensen uit de buurt werk wil gaan leveren. En de bedoeling daarvan is dat deze mensen diensten gaan leveren aan degenen die komen wonen op Oosterburg-Noord of er komen werken. En op Oosterburg-Noord is eigenlijk nooit gewoond. Dat was vroeger de werf van Stork. Er zijn schepen gebouwd. Dus het is voor het eerst dat daar nu ook woningen komen. Deze stichting heeft eigenlijk als hoofddoel dat de nieuwe bewoners, die komen wonen op Oosterburg-Noord. Je moet je voorstellen, dat zijn zo'n 1800 nieuwe woningen met, zeg maar zeggen, zo'n kleine 4000 nieuwe bewoners. Dat die goed landen in de buurt. Zo'n 15 jaar geleden zijn hier eigenlijk de bedrijven vertrokken en lag het heel lang braak. En vanuit de buurt, het buurtcentrum 1018, zijn we altijd alert geweest van welke bewegingen spelen zich hier af. Wat gaat er nou gebeuren? Wordt het een enorme luxe enclave? Of wordt het een buurt waar de mensen ook oog hebben voor de omgeving waarin ze wonen? Nou, wij vinden het een gemeentelijke taak ook, en als zij dat niet doen, dan doen wij het, om ervoor te zorgen dat er sociale cohesie ontstaat tussen die buurten. Nou, daar hebben we de Right to Challenge voor gebruikt. Maar de belangrijkste taak eigenlijk op dit terrein vinden wij om ervoor te zorgen dat we ook werk kunnen krijgen. Om Bob Helpt als sociale onderneming aan de slag te hebben, om die werk te gunnen. Er komen mensen te werken die nu geen baan hebben, oftewel die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, zowel jongeren als ouderen. En de bedoeling daarvan is dat die diensten leveren, diensten aan de nieuwe bewoners en aan degenen die hier werken. En dat zijn diensten die anders zouden ingekocht worden bij commerciële partijen. Wij willen als Bob Helpt opdrachten binnenslepen van bedrijven die hier gevestigd zijn, maar ook van de verhuurpartijen en ook van de verenigingen van eigenaren die er gaan komen. Maar een andere belangrijke partij, dat is de gemeente. We hebben de gemeente hard nodig om twee redenen. In de eerste plaats om ons te helpen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hier aan de slag te zetten. En daar ook financieel ondersteuning voor geven, zodat ze ook scholing en training kunnen krijgen. En in de tweede plaats willen we graag de openbare ruimte gaan schoonmaken. Ik kan me donders goed voorstellen dat er vanuit de ambtenarij een heleboel beren op de weg zijn. Maar wij hebben het idee, we moeten volhouden en wij denken we kunnen dat goed. En bovendien werkt het ook de sociale verbinding in de hand. Want mensen die elders wonen hier op de eilanden, die komen dan hier dat werk doen. Nou, wat is er mooier dan dat de nieuwe mensen ook de oude bewoners op die manier leren kennen. En het werk, dat doen nu de gemeenteambtenaren. Hè? Dat is schoonmaken, onderhoud van de openbare ruimte, straatmeubilair onderhouden. Nou, wij willen dat graag doen vanuit die sociale invalshoek met de mensen die nu geen werk hebben, dat die dat werk kunnen doen hier op het eiland. Neem het idee van de Right to Challenge serieus. Dat houdt in dat je echt naar de burgers moet luisteren. Nou, je hebt hier een groep burgers die wil iets. Die kan ook iets. Want reken maar dat we ons voldoende bekken met kwaliteit van organisaties, dat we het ook kunnen. Nou, ga het experiment aan. Toon moed.